Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 26 november. Veel bewolking boven Nederland en het wordt opnieuw een grijze dag. Net zoals in het weekeinde is er weinig ruimte voor de zon. Vanochtend is het zo'n 4 tot 5 graden en in het zuiden van het land valt ook af en toe een spatje motregen. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog en heel misschien dat in het noorden ook de zon eventjes doorbreekt. De temperatuur loopt nog een graadje op. Het is zo rond de 5 graden. Verder waait er een matige wind uit het noordoosten, die het voor het gevoel echt wel waterkoud maakt. Vanavond daalt het kwik naar 1 tot 4 graden. En in het noorden en oosten zien we wat meer opklaringen. Vannacht kan het daar ook licht gaan vriezen. Morgen is er wat meer ruimte voor de zon, maar nog steeds heeft bewolking de overhand. Het wordt dan 3 tot 6 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten of zuidoosten. Vanaf woensdag gaat het weerbeeld veranderen. Er komt zachtere lucht onze kant op. Woensdag wordt het zo'n 4 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag 9 tot 11 graden. Wel wordt het weerbeeld wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Ook de zon die breekt weer wat vaker door. Vooral op vrijdag.